Die trekker die geef ik dus weg aan de Gravenruiters. En de Gravenruiters, dat is een club waar dus erg veel kinderen, tot 25 jaar heb ik ongeveer begrepen, geestelijk en zowel lichamelijk behinderd zijn. En ja, die jongens hebben het natuurlijk niet als te breed. En ik ben 19 januari, dus was ik jarig. En 21 januari heb ik daar een feestje voor gehouden. En in totaal waren daar 180 mensen. En ik heb gevraagd als die mensen mij iets wilden geven, want dat doen ze meestal als je jarig bent, geef dan maar geld, want dat ga ik dan weer weggeven aan de Gravenruiters, onze buren. Wel nu, daar is een bepaald bedrag binnengekomen. En zonder dat de Gravenruiters daarvan wisten, heb ik hun gebeld en heb gezegd, ik wil dat bedrag aan jullie geven. Een goed doel. Nou, dat vonden ze natuurlijk geweldig. Maar ik geef dat bedrag niet in geld, in centen, maar ik geef dat bedrag in tastbaar, iets tastbaars. Wat heb je nodig? En we zouden graag een ander trekkertje willen hebben. Toen heb ik een goede vriend van mij gebeld. En dat was Bernard Kroonen uit Spellen. En de man is dus importeur van de John Deere trekkers. En ik heb hem ook het verhaal voorgelegd. En hij zei, Henk, ik doe mee. En bij hem heb ik zo'n trekker gekocht. En die trekker heb ik dus vandaag weggegeven aan de Gravenruiters. En daar heb ik persoonlijk een zeer goed gevoel bij. En zij zijn ontzettend blij dat ze nu een nieuwe trekker hebben waar ze dus jaren mee vooruit kunnen. Vandaar. Ja, het is natuurlijk super deluxe. Dat was Gravenruiters door Henk Bolk zo verrast worden. Met zo'n luxe trekker om bij de Gravenruiters, de vrijwilligers, het werk gemakkelijker te maken. En de activiteiten die we met een trekker doen. Nou, je ziet het verschil met de trekker die hiernaast staat. Dit is toch een kwaliteitsniveau hoger, zal ik maar zeggen. We zijn er heel blij mee. Dus bij deze, Bernard, super bedankt. Fantastisch. Bij deze mensen. Graag gedaan. Daar ben ik ook sinds vandaag achter dat het niet alleen meneer Bolk is, maar ook meneer Kroonen. Dus dat is natuurlijk dubbel leuk dat er nog iemand anders achter zit die ons net bij het afscheid ook aangaf dat wij levenslange garantie krijgen. Nou, dat hoor je niet altijd.